Goedemiddag dames en heren, vandaag is Soccer Reporter te gast op Sportpark Almbos, waar het zon overgoten is en waar vanmiddag de belangrijke wedstrijd GSC 14 tegen Nieuwe Sparta op de menu staat. GSC 14 kan er nog een periodetitel halen. Ze kunnen de vierde plaats, is belangrijk voor ze, maar ze kunnen ook nog de derde periode zelfs binnenhalen. Ja, voor Nieuwe Sparta is het een ander verhaal. Daar is het seizoen een beetje over, die worden keurig middengemotor. Ze zijn een beetje slecht gestart, maar gaandeweg de competitie hebben ze toch steeds betere resultaten gehaald. Met vorige week toch een knappe 0-4 overwinning bij GES. Dus we verwachten vanmiddag weer een belangrijke en mooie wedstrijd. Maar zover, als het zover is, gaan we weer eerst praten met onze pupil van de week. Hij zit hier naast mij, onze grote kerel. En hij zal zichzelf even nu voorstellen. Hallo, ik ben Bart van Magie. Ik kom uit Ik woon op Almenweg 15 en ik kom uit Rijswijk. Kijk eens aan. En Bart, in welk team voetbal jij? GSC 14. En wat is jouw plaats daar? Sta je op doel, voor of in de midden? Op doel. Hé, dat is voor de eerste keer dat ik een keeper heb. Dat vind ik leuk. En heb je vandaag nog gevoetbald? Ja. Wat heb je gedaan? Een toernooi gespeeld. Hoeveel? Een toernooi gespeeld. Een toernooi, hoeveel ben je geworden? Laatste. Ah, dat hoort er ook bij hoor. Ik ben zoveel keer laatste geworden in mijn carrière. Dus dat geeft niks. En wat vind jij zo leuk op voetballen, Bart? Nou, ik wou heel graag keeper worden. En verwacht ik ook al een beetje aankomen. Oh, kijk eens aan. Dus jij wil later ook in de eerste helft al gaan keepen? Ja. Of zelfs nog hogerop? Ja. Ja, dat zit er wel in als je zo naar jou kijkt, hè. En heb je nog andere hobby's aan voetballen? Eigen spelletjes op de computer of op de Xbox of iets dergelijks? Ja, Minecraft op de Xbox. Oh, Minecraft, ja, dan kun je leuke dingen bouwen ook, hè? En FIFA. En FIFA, ja, dat dacht ik wel, dat kan niet ontbreken natuurlijk. En betaald voetbal, vind je dat ook leuk of hou je dat niet bij? Feyenoord, Ajax, PSV of zo? Nee, niet zo. Nee, daar heb jij niet zoveel mee. Ja, ik trouwens ook niet hoor, ik kijk liever ook naar het amateurvoetbal, hè? Dat is zo mooi, of niet? Ja. En ja, nou vanmiddag een belangrijke wedstrijd. Heb jij nog favoriete spelers bij het eerste elftal? Twee. Wie? Pascal en de keeper. En wie is Pascal met zijn achternaam? Pascal. Smits. Oh, kijk eens aan. Dus, en ga je nog wel eens kijken bij de wedstrijd van het eerste, of niet? Ja. Als ze thuis spelen? Ja. Nou, dat is heel mooi. Ja, en nou vanmiddag, wat denk jij dat ze vanmiddag gaan worden? Wie gaat er winnen? Mij. Met hoeveel? Ik denk iets van 2-1. 2-1, dat is een mooie uitslag. Bart, ik vind dat jij het fantastisch gedaan hebt. Jij hebt me heel goed te woord gestaan. He, je lijkt wel een professioneel. Ik zou zeggen, ga lekker met die jongens warm lopen nu. En ik wens jou een plezierige middag. Bart, nogmaals bedankt. Ja, dames en heren, de wedstrijd Nieuwe Sparta, of tenminste laat ik het goed zeggen, GSC 14 tegen Nieuwe Sparta is zojuist afgelopen en is in 1-1 geëindigd. Trainer Theo van Geffen, u stond voor de wedstrijd, had ik even een praatje met u. En toen zei je dat het er al markeerde met doelpunten maken. Ik dacht dat het de eerste helft wel een paar kansjes gehad hadden. Ja, dat klopt. Dat is een beetje de rode draad van het seizoen. We missen veel te veel kansen. Bleek vandaag ook weer, de trainer van de tegenstander zei het al, het eerste kwartier hadden we 3 kunnen maken. Ja, die gaan er dan niet in. We hebben één geluk dit jaar ook dat we niet veel tegenkrijgen, dus daardoor blijven we lang in de wedstrijd. Alleen uiteindelijk kom je toch weer met 1-0 achter. Ook al kregen we zelf de tweede helft ook weer de beste kans, meteen naar rust. 1-0 achter en toen raakten we even wat een slag. Een jonge groep die daar last van heeft op het moment dat ze dan achter komen tegenslag krijgen. Maar na de drinkpauze, tweede helft, herpakte zich prima en GSC zakte wat in. En toen hadden we weer de regie en hebben we verdiend uiteindelijk de gelijkmaker gemaakt. En nogmaals, is een beetje de rode draad van het seizoen, helaas. Ja, dat klopt. Ik moet wel zeggen, GSC kwam weer gedreven uit de kleedkamer. Wel de eerste beste kans was gelijk voor jullie. Maar toen kwam GSC zeer gedreven uit de kleedkamer. Dat hielden we 25 minuten vol. En toen, toen zakte het weer even in. En daar profiteerden jullie weer van. Ja, ik denk dat wij ons aardig staan hebben gehouden. Hè? Want ja, GSC die had in principe nu uiteindelijk achteraf met de uitslagen genoeg aan een gelijkspel. Maar die wilde natuurlijk ook winnen. En de tweede helft begonnen ze wel wat sterker dan de eerste helft. Maar ja, nogmaals, als je de eerste goal meteen weer maakt naar rust, dan misschien dat er dan bij hun iets knakt. Maar uiteindelijk we zijn de wedstrijd geëindigd met 3A junioren in de verdediging. Dus dat is ook wel leuk om te zien dat ook die gastjes overeind blijven.
Je hebt in ieder geval toekomst trainen. Ja, we hebben wel een leuke jongen op, ja. Ja. Oké, okay. Ik zou zeggen veel succes verder en ik zou zeggen ook volgend seizoen weer veel succes, hè. En bedankt, hè. Ja, bedankt. Ja, Marcel van Helmond, allereerst gefeliciteerd met de periodekampioenschap. Het ging, de eerste helft ging het zeer moeizaam. Er lag een beetje loomheid over de ploeg, of dat het een beetje zenuwen waren. Nee, dat klopt. Ik denk ook het weer parten speelt natuurlijk. Wij wilden per se winnen om zeker te zijn om die na-competitie te gaan halen. Dan zit er wat druk op. Dan heb je sowieso al meer druk op je spieren. Nou, dan is het nog eens zo verschrikkelijk warm. Dus dat zijn wel twee elementen die meespelen. Waardoor je natuurlijk, zag je de eerste helft, kwam eigenlijk overal tekort. Zij konden lekker voetballen en dat deden ze ook. Zij creëerden ook de eerste 10 minuten, denk ik, 3 keer een open kans voor onze keeper. Ja, gelukkig maken ze hem niet en houden ze ons in de wedstrijd. Ja, en anders krijg je het nog moeilijker. Hè? Nou, de tweede helft hebben we het wat beter weg kunnen zetten. Ik ben wat verdedigender gaan spelen, omdat het normaal gesproken kunnen we het goed afjagen en zijn we fel en agressief. Maar dan waren we nu helemaal niet, dus ik moest even de tactiek aanpassen. We zijn wat gaan zakken en daardoor krijgen we eigenlijk meer kansen. Gaan we beter spelen, meer in vanuit het countervoetbal eigenlijk. Ja, en gelukkig maken we dan ook die goal. En dan kom je op 1-0. Ik denk, nou, daar gaan we wel vasthouden. Toen kwamen ze toch nog terug. Dan moet ik zeggen, compliment voor de veerkracht. Want zij kon eigenlijk niks meer halen. En zij blijven toch gewoon doorgaan. En zij maken, in mijn ogen, dik verdiend gelijkmaker natuurlijk. Ja, dat klopt wel, Marcel. Het was 1-1, is ook wel terecht uitslag. Maar ik vind toch wel complimenten voor jullie. Zoals jullie die tweede helft terugkwamen. Je zegt het zelf al. Maar het was echt, er zat veel meer pit in. Het was in één keer er ook weer geloof in. Ja, goed. Kijk, we hebben gezegd, we moeten nog 45 minuten gas geven. En of het nou warm is of niet, dat is voor de tegenstander ook. Dus we moeten wat gas geven. Nou, ik heb ze wat gespaard om ze wat verder in te laten zakken. Dan kost het niet zoveel kracht. Ja, goed. Dan zie je wel dat we toch weer fel zijn en wat agressiever zijn. En dat was wel goed. Dus wat dat betreft hebben we de goede tactiek gekozen. En uiteindelijk hadden we eigenlijk... Normaal gesproken moet je dan de laatste wedstrijd hebben we iedere keer de nul. Nou, en ik denk, nou, dan houden we wel de nul. Ja, goed, toch kleine onoplettendheid en zij maken hem. En uiteindelijk krijg je nog wel 1 of 2 kansjes om toch nog de wedstrijd te beslissen. Maar ja, wat ik zeg, had niet verdiend geweest. Nee, de kop. Het was wel reclame qua sportiviteit. Dat viel mij wel op. Het was echt een hele sportieve wedstrijd. Ja, maar dat komt dat je ook twee voetballende ploegen hebt. En die graag willen voetballen. Het weer, eigenlijk iets te warm, maar goed. Het veld is prima, de weer, het gaat voor ons nog ergens om. Dus de ambiance is mooi en alles zat wat dat betreft mee. En uiteindelijk heeft de tegenpartij heeft ons ook geholpen. Met Tricht verloren en GES verloren. Dus ja, uiteindelijk denk ik dat we verdiend hebben wat we kregen. We hebben de laatste 8 wedstrijden 7 keer gewonnen. 1 keer gelijk nu. Nou, dan denk ik dat je verdiend een periode krijgt. Dat denk ik ook, Marcel. En ik denk ook leuk voor jou. Het is wel een beetje kroon op je werk hier wel weer. Ja, inderdaad. Het is toch, kijk, we zijn het hele seizoen zijn we hard bezig. Het eerste seizoen was moeilijk. Hebben we vechtvoetbal moeten spelen, countervoetbal. Nou, er is steeds meer voetbal ingekomen. We gaan steeds beter voetballen. Ja, en ik moet zeggen, de laatste 7-8 wedstrijden is gewoon genieten. Het spel wat we spelen. En dat doen we gewoon goed. Dus daar zit enorme progressie in deze groep. En we hebben echt flinke stappen vooruit gemaakt. En ik denk dat het einde nog niet in zicht is met deze groep. Oké, Marcel, ik zou zeggen geniet ervan en ik wens je ook veel succes in de na-competitie en ga dat even lekker vieren mee, jongens. Gaan we doen. Hey, bedankt. Dankjewel. Hè.